Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Modern Onderwijs. Vandaag is het weer 10 tips maandag en vandaag weer een tip over Teams natuurlijk. En vandaag wil ik het met je hebben over opdrachtinstellingen. Dus dat je instellingen zomaar neer kan zetten, zodat altijd bij elke opdracht hetzelfde zijn als je dat natuurlijk fijn vindt. Dus het zijn er maar een paar, maar toch wel erg fijn om te weten. Dus laten we er ook gewoon naar gaan kijken. En wat ik ook graag nog even aan je wil vragen, of je even abonneert op het kanaal, zo mis je geen enkele video. Zet het belkoontje van aan, dan word je ook altijd genotificeerd als er een nieuwe video uitkomt. En geef me ook een duimpje omhoog als je dit een goede video vindt. En laten we gaan beginnen. Het is natuurlijk super handig om de opdrachtinstellingen te gebruiken, want zo kan je toch instellingen instellen. Kan je toch instellingen zo neerzetten zodat altijd hetzelfde zijn als je een nieuwe opdracht maakt en dat je dat niet de hele tijd hoeft te veranderen. Maar laten we vooral nu gaan kijken van hoe dat moet. Dus ik ben op de computer bij opdrachten en waar ga ik naartoe? Ik ga naar rechtsboven naar de drie puntjes. Klik ik op en dan krijg ik ook maar één optie, opdrachtinstellingen. Als ik daarop klik, dan zie je ook gewoon gelijk vier verschillende dingen. Nou, de opdrachttijdlijn, dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat dat dit de standaardtijd is dat ze de opdrachten ingeleverd moeten worden. Het is niet de hard deadline, het is de softe deadline. Dus ze kunnen hierna nog wel dingen inleveren altijd na dit tijdstip. Maar dan staat er wel natuurlijk bij, wordt erbij gezet wat te laat is. De volgende, nieuwe studenten. Dat wil gewoon eigenlijk zeggen, als er een nieuwe student aan het team wordt toegevoegd, dat hij dan altijd de vorige opdrachten ziet. Dat merk ik nog wel eens dat docenten, ja, maar die student is net nieuw en kan de opdracht niet zien. Dat komt omdat deze uitstaat. Dit kan je natuurlijk per opdracht ook gewoon instellen, maar nu kun je hem altijd zelfstandig op ja staan. Ja, dan kan ik er altijd nog naar kijken. Nou, de volgende, meldingen. Ik wil gewoon zeggen, welk standaard kanaal wordt daar wordt deze opdracht gepost. Je kan natuurlijk ook een apart kanaal maken waar je dit altijd in kwijt kan. En dan laatste die je nog kan instellen, leuke dingen. Dat wil gewoon eigenlijk zeggen van, joh, dat er een leuk animatietje afgaat als jij de opdracht inlevert. Nou, dat is natuurlijk gewoon heel erg superleuk. Ik zou hem altijd gewoon lekker aan laten staan, want het is toch wat een positieve vibe die je erbij krijgt van, het wordt een soort van succeservaring, een kleine viering, je hebt de opdracht ingeleverd. Ik zou hem lekker aanstaan. Ik zou hem pas alleen uitzetten als je daar echt gewoon goede redenen voor hebt. Want het is gewoon leuk en grappig. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze tips. Ik heb ze altijd wel heel erg fijn gevonden. Want het bespaart natuurlijk weer gewoon wat tijd om dat dan weer, als ik een nieuwe opdracht maak, weer apart te moeten instellen. Dus ik hoop dat jou nu ook wat meer tijd zal besparen. Ik hoop ook gewoon nog dat je gaat abonneren op het kanaal, zodat je geen enkele video mist. En zet ook gewoon dat belicoontje aan, zodat je altijd op de hoogte wordt gebracht als er een nieuwe video uitkomt. En geef me ook gewoon een duimpje omhoog als je dit een goede video vindt. En ik hoop gewoon weer je te zien in de volgende video.